En afstand. We zijn gestart met de positieve afvalling. Wat een lief. Einde van de eerste ronde. We hebben dus nog 6 te gaan. En we krijgen straks de eerste afvalling. Dus dat was nog niet op de cijf met onnodige krachtsinspanningen. Nu straks bij de volgende doorlog na de tweede ronde krijgen we de eerste positieve afvalling. Zo officieel ring. Het was nog geen waar is dat, hè? Voilà, het gaat niet om de overwinning, het is een positieve afvalling. Dat is het hele punt van het eindklassement. Wie toont zich hier de snelste mag als eerste de wedstrijd verlaten. En dat is Johnny Limpus. Op met de Johnny, want de anderen gaan verder, hoor. De anderen gaan verder in de wedstrijd. Dus Johnny Limpus, één punt. Dat is niks, maar niks. Veel te doen. Eindklassement. In de dag gaat het niet verder. Johnny Limpus stond op de tweede plaats in het tussenklassement. Verder ronde, we hebben er nog 4 af te leggen en 1 renner. Heel erg afgeschud. Dat is Tom Bosmans, Stefan. Tom Bosmans, winnaar van de puntenkoers, gaat dus tweede worden in deze positieve afvalling. Hij verlaat de wedstrijd voor tweede. Sprokkelt 2 punten en de anderen gaan dus door in de wedstrijd. Karel Verzijp onder andere moet dus verder in de koers. Tweede dus in de uitslag van deze positieve afvalling wordt Tom Bosmans en de anderen gaan verder. Dus nog 4 ronden. Alleen maar niks anders zijn ook moe, hè, man. We geven ook een warme welkom in de plaats. Hij heeft zijn best gedaan op een derde plaats. De winnaar van onze tijdrit, Verzijp Karel. En de anderen gaan dus door in de wedstrijd. Nog 3 ronden voor alle anderen. Straks dus opnieuw een afvalling voor de man die als eerste passeert. Dus deze jongens gaan gewoon verder in de koers. We moeten dus minstens een rondje verder voor de man die straks als eerste passeert. Dus deze jongens gaan door. Gaan door, mannen. Onder aanvoering van de man uit Halkertier. Olivier doorrijden, Olivier doorrijden. Olivier Goubert, verder in de koers, man. Want Karel mag aankomst maken. Door het nummer 17 is dat. Dat is Lorenzo Morgen. De anderen gaan door. De anderen gaan verder. Voor minstens nog 2 ronden. Durhon, Marnik. Durhon, Durhon, Durhon. Kom aan. Straks nog 1 enkele afvalling. We gaan er straks nog 1 uit de wedstrijd zien verdwijnen. Dus de ander gaat gewoon verder. En wat snel zijn, dat moet Merik Jan de Vrager zijn. Vanaf Janou wordt afgevlacht. Voor hem geen laatste ronde meer. Wel laatste ronde voor alle anderen. Dus het einde van de koers voor Janou. En een plasje kan er ook voor deze man nog eens mee. Dus voor alle anderen nu, Stefan, laatste ronde van de wedstrijd. Dus voor alle andere jongens nog in de koers, laatste ronde. En ze komen eraan. Voilà, voilà, laatste ronde. En dan kan je spurten voor de ereplaatsen. Profiteer eraf. Deze jongens gaan dus straks spurten voor de plaatsen. Laatste ronde voor iedereen vanaf nu. We gaan de laatste ronde in, mannen. Laatste ronde. Onder andere van het Nederland. En het is de man met de wit-zwarte trui hier, het nummer 6, François Kilian uit Zetschap. Nee, hoor. Hey.